Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meesteruituur en in deze video ga ik je laten zien hoe je een kerstster kan maken. Hier zie je vast een voorbeeld. Wat je daarvoor nodig hebt, zijn 6 vierkante vouwblaadjes, een schaar en lijm. Wil je hem ophangen, dan heb je ook nog wat touw nodig. En als je hem voor de allereerste keer maakt, is het misschien handig om een liniaal te hebben en een potlood en een gum. Ik start met het kiezen van één blaadje, één vouwblaadje van de 6. En ik kies in dit geval de rode. Die leg ik diagonaal voor me neer. Je pakt deze punt en je gaat hem helemaal naar de andere punt toe doen. Precies daarop en dan vouw je de vouw op deze manier helemaal door. Draai hem een kwartslag, zodat de lange zijde hier ligt. De linkerkant. En dan ga je de punten weer bij elkaar doen. Zo. Dus de lange punten, de lange zijde, die punten, die doe je tegen elkaar. En je vouwt hem weer op deze manier. Dan heb je weer een lange zijde. Ik draai hem even om. Ik leg hem zo voor me, zodat deze flappen van me afwijzen. Die liggen nu naar boven toe. Want dit is waar je strakjes gaat knippen. Maar om, zeker als dit de eerste keer is, om een beetje beeld te krijgen tot waar je moet knippen, is het handig om hier precies evenredig aan deze zijde, hier ietsje daaronder een streepje te zetten. En dit hoeft echt niet iedere keer hoor, want dat is zelfs niet zo leuk, want dan heb je die potloodstreep erop. En vervolgens ga je hier kijken, ongeveer 1 centimeter, ik doe meestal ietsje kleiner. Daar moet je gaan knippen. Vanaf de onderkant, je pakt de schaar, en dan ga je hier knippen tot aan het streepje wat je net hebt gezet. Dus je gaat hem helemaal tot daar knippen. Vervolgens ga je weer een reepje knippen, ook weer tot het potloodstreepje. En daarna doe je er nog een. Allemaal op ongeveer dezelfde afstand van elkaar. En dan doe je er nog een. Tot aan het streepje. Ik gum nu het streepje weer weg, want ik vind het niet zo mooi om dat potloodstreepje erop te hebben. Dus ik ga hem nu even weggummen. Zo. En wat ik al zei, dit streepje, dat doe ik eigenlijk alleen de eerste keer om jou even goed te laten zien tot waar je moet knippen. Als je klaar bent met knippen, gooi hem open. En dan vouw je ook deze open en dan kan je het beste hier even je vinger doen. Zo, want hij plakt nog wel eens een beetje aan elkaar. En dan beginnen we hier aan de binnenkant. Dat is de eerste flap die we aan elkaar gaan plakken. Ik vouw hem een beetje om. En dan pak ik de lijm. De rest doe ik even van mijn werkblad af. Pak de lijm. Doe er een beetje op. En ik plak ze op elkaar. Zo. Als die blijft zitten. Het is een kwestie van geduld hebben met deze lijm. Je kan natuurlijk ook een plakbandje gebruiken. Of een andere plakstift. Zodra die droog is en blijft plakken, zoals nu, draai je hem helemaal om. En dan pak je de tweede flapjes. En die draai je weer zo. En hier op dit punt gaan we ze weer aan elkaar plakken. Net als bij de eerste. En weer moet je even wachten tot ze goed aan elkaar vastzitten. Zodra je daarmee klaar bent, draai hem weer om. En zo blijven we doorgaan. Pakken we de derde. Vouw ik hem vast een beetje die kant op. En ik doe hier een beetje lijm op. Om ook deze punten aan elkaar vast te maken. Nou, je raadt waarschijnlijk al wat we nu gaan doen. Ik draai hem weer om. Pak de volgende flappen. Vouw ze naar elkaar. En plak ook die aan elkaar. Dan hebben we er zo nog één over en ook daar doen we hetzelfde mee.
En als je daarmee klaar bent, met alle flappen, dan ziet het er zo uit, dit figuur. Je hebt dus nu een deel van de kerststijl al af. En je hebt er 6 van deze nodig. Dus voor deze film, voor deze video, ga ik nu de andere 5 ook nog vouwen. Eentje zal ik nog laten zien hoe je het kan doen, ook zonder het potloodstreepje. En dan zie ik je zo weer als alle 6 klaar zijn. Zoals je ziet, zo heb ik de blauwe ook op dezelfde manier gemaakt als de rode. Alleen in dit geval heb ik 1 knipje meer gemaakt. En dan is die net iets meer symmetrisch. Het maakt niet uit, ik zal het straks laten zien. Maar mocht je dat allemaal helemaal symmetrisch willen maken, dan moet je dus nog 1 knipje meer maken. Ik ga de andere 4 ook nog maken en ik zie je zo. Zodra je klaar bent, heb je 6 van deze vouwblaadjes gevouwen. Maar nu zitten ze natuurlijk nog niet aan elkaar. Je gaat ze aan elkaar maken, eerst per 3 stuks. Dus 1, 2, 3 en dan nog een keer 1, 2, 3. Ik haal deze 3 even weg. Die heb ik dus niet nodig. Deze gaan we eerst aan elkaar maken. Je ziet het al, hè? Dit is eigenlijk al een halve kerstster. Hier gaan we ze aan elkaar plakken. En met deze gaan we ze aan elkaar plakken. Eigenlijk ligt hij al een beetje zoals het strakjes gaat worden. Dus ik plak hier een beetje lijm. En ik doe gelijk verder. En hier ook een beetje. Op dit middenstuk. Zo. En dan plak ik het onderste gedeelte hier. Aan elkaar. En hier deze 2 delen. Plak ik ook aan elkaar. En dan moet het weer even drogen. Vervolgens ga ik ook de witte eraan maken door weer hier een beetje lijm te doen. En hier. En dan plak ik ook de witte er tegenaan. Deze hier. En net als bij die rode, bij de gele, ook het middelste stukje aan elkaar. En weer wachten tot het droog is. Je ziet het wil niet altijd plakken. En ik geef ook gelijk toe, ik ben niet altijd de geduldigste met dit soort dingen. En hoe ongeduldiger je bent, dus te sneller lukt het niet meer. Je kan beter gewoon geduld hebben met dit. Net als met koken. Goed. De eerste helft is klaar. Ga ik de tweede helft aan elkaar maken. Op dezelfde manier. Dus ook het onderste deel. En het zijdeel. Beetje lijm erop. Plak ik de onderste delen aan elkaar.
En hier ook weer de zijdelen. Zo. En zodra die een beetje zitten, ga ik ook de blauwe eraan vastplakken. Hier een beetje lijm. En hier een beetje lijm. Hier vast. En het midden vast. En weer veel geduld hebben. En zodra je die delen aan elkaar vast hebt geplakt. Kijk, nu blijft deze ook aan elkaar. Dat wil ik niet. Zo. Zodra de delen aan elkaar vastzitten, pak je de andere er weer bij. Kijk of alles nog vastgeplakt zit. En leg je hem er zo bij. Je ziet het, hier hebben we dan een punt, hier hebben we een punt en hier hebben we een punt waar we hem kunnen plakken. Ik begin weer bij het middelste deel. En die plak ik er vast aan vast. En vervolgens ga ik die zijkanten van de groene en de gele en daarna van de blauwe en de witte ook aan elkaar plakken. Je ziet het, het wil weer een beetje los. En vervolgens laat je hem nog even heel goed uitharden en drogen. En zodra hij helemaal droog is, kan je een touwtje eraan gaan maken. Je hoeft er natuurlijk geen touw aan vast te maken, het ligt er maar net aan wat je ermee wilt doen. Maar zodra hij zo klaar is, daar is die. Hij past net niet in beeld, ja nu wel. Zodra die zo helemaal klaar is, ja, kan je ermee doen wat je wil. Je kan hem natuurlijk ook versieren nog met andere kerststickertjes of frunseltjes of weet ik veel wat, glitters, passen er ook vast op. Maar ik kies ervoor om een stukje touw af te knippen. En die bijvoorbeeld hier aan dit gedeelte vast te knopen. Zodat hij in de kerstboom kan hangen. Of op het raam. Of waar ik maar wil. Zo. En dit is mijn eindresultaat. Ik ben benieuwd naar jouw eindresultaat. Laat het me weten. Mail me op mail@meesterarthur.nl. Hoe die van jou geworden is. Ik ben heel benieuwd. Vond je de video leuk? Geef hem dan een like. Abonneer op mijn kanaal als je nog meer van dit soort video's wilt bekijken en zien. Hele fijne kerstdagen, want dat is natuurlijk binnenkort al. En dan is dit het einde van deze video. Tot de volgende video. Doei!